Wat is zich hiervoor gedaan tijdens de protestacties op vrijdag 17 februari 2023 zal nimmer worden getolereerd. Het Korps Politie Suriname heeft dat in duidelijke bewoordingen uitgelegd aan protestleider Curtis Hofweeks. Tijdens een gesprek dat de politie had met Hofweeks heeft deze gezegd dat hij geen oproep heeft gedaan tot protestacties vandaag maandag 27 februari. Volgens Hofweeks zou hij, gezien de actuele situatie, vroeg of laat daartoe kunnen overgaan. Hij heeft beloofd dat hij de interne organisatie bij zijn toekomstige protestacties zodanig zal inrichten dat vandalen en criminelen al dan niet met ingeroepen hulp van de politie zullen worden opgepakt. Hofweeks zal een opvallende als een onopvallende ordendienst instellen bij zijn eventuele protestacties. De politie heeft Hofweeks voorgehouden dat conform de wet, men een vergunning dient te hebben voor straatprotesten. Zonder vergunning zal er terstond worden opgetreden waarbij de leider of verantwoordelijke onmiddellijk door de politie zal worden ingerekend. Dat zonder verkregen toestemming van het kabinet van de president geen gebruik mag worden gemaakt van de Palmentuin en het Onafhankelijkheidsplein. Dat er geen toestemming meer zal worden verleend voor gebruik van een soundtruck. Dat de politie hard zal optreden als blijkt dat men zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en de openbare orde verstoort, dan wel overgaat tot het plegen van strafbare feiten, vandalisme of baldadigheden.